Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de januari-reading doen voor de weegschaal. Het spijt me dat jullie even moesten wachten, maar er gebeurde van alles tussendoor. Wat hebben we voor de weegschaal voor de maand januari en vanaf het moment dat je deze reading kijkt? Tijd is vloeibaar, het kan altijd gebeuren. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk even op de bel. Hartstikke leuk. En oh ja, de playlist, dat wil ik ook nog even laten weten. Die heb ik opnieuw gecategoriseerd, zodat jullie ook kunnen zoeken per sterrenbeeld. En daarnaast heb je de algemene readings. Daar heb ik een kolommetje van gemaakt. En dan heb je ook nog de playlist met de publicaties per maand. Nou, we gaan gauw beginnen, weegschaal. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is er voor jou, voor jullie, in de maand januari? Of op een later moment, hè? Kijk wanneer het is. Tijd is vloeibaar. Misschien is het voor iemand in je omgeving als je dit herkent. Het is vice versa. Weten jullie ook. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, er is hier iemand enorm aan het piekeren. Wat is er voor de weegschaal? Deze moet eruit. Wat is er voor de weegschaal? Deze moet eruit. Ik wil er nog eentje zien. Oh, dat zijn er te veel. Deze, kijk. Hoppa, deze moet eruit. Nou, daar gaan we. Er is iemand heel erg aan piekeren. Ja, die breekt zijn hoofd. Hoe zeg je dat? Hoofdbrekens. Ja, overuren. Iemand die loopt te worstelen met iets en daar nog niet uit is. Het heeft te maken met een ander persoon. Iemand die heel erg belangrijk voor je is, waar je waarschijnlijk heel gek op bent. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een familielid, maar ik heb het gevoel dat het te maken heeft in een liefdessituatie. Iemand die eigenlijk een beetje te stil is naar je zin. We gaan verder kijken. Surrogaat. Nu. Tijd om door te gaan. Oh, weegschaal. Ja, het is duidelijk. Ja, je bent in... althans, er is een weegschaal die hier middenin zit en deze boodschap ook mag horen. En voor wie het bestemd is, uiteraard. Je zit te veel in het verleden te graven. En hebt vragen, heel veel waarom vragen, heel veel hoe vragen, heel veel wanneer vragen. Het lijkt alsof je aan het terug zoeken bent naar hoe iets zo gekomen is. En wat ik heel erg proef ook is dat je probeert om jezelf de schuld te geven van hoe een proces is verlopen met iemand. Of loopt, hè? Want je zit daar middenin en de komende maand heeft dat ook, ben je daar ook mee bezig. Je ziet jezelf suf te piekeren. En de hoofdvraag is dat het te maken heeft met of je bang bent dat je misschien tweede keus bent. Dat je met iemand te maken hebt die niet helemaal voor je wil gaan. Dat concludeer je zelf uit het feit omdat iemand... Ja, te stil is, te weinig laat horen, te weinig initiatief neemt. Wel reageert als je zelf iets uitzendt, maar het is nooit echt heel erg van harte. Ja, en het is heel belangrijk dat je in het nu bent, dat je nu, dat je niet te veel probeert te graven in het verleden of dat je probeert om het al voor de toekomst duidelijk te hebben. Het gaat om nu. Het gaat om nu. Wat is er nu? En deze twee kaarten geven het wel heel duidelijk aan, weegschaal. Deze kaart geeft aan, hoe moet je dat zeggen?
Dat hier een weegschaal is die heel veel aandacht vraagt van die ander. In de zin van, kom eens met een antwoord. Laat ook eens wat van je horen. Je wilt ook de bevestiging hebben van diegene. Waardoor je het gevoel hebt van, nou, als ik nou eenmaal maar weet waar ik sta. Als ik nou maar weet hoe het zit. Of als ik maar weet wanneer ik diegene zie. Of hoe hij of zij over me denkt. Dan kan ik het met rust laten. Dat is wat ik heel erg proef. Dat je veel wilt horen van die ander om zelf gekalmeerd te kunnen worden. Maar als je de ander, als de ander die komt als jij loslaat, dat is een hele belangrijke wijsheid. Dat als je diegene even laat, dat diegene vanzelf de behoefte krijgt om uit te gaan reiken. Maar het is ook tijd om door te gaan. En deze kaart staat voor mij heel erg in verbinding met deze kaart. Want als je de ander komt als jij loslaat. En dat betekent eigenlijk ook, ga door met je eigen leven. Ga door met je eigen dingetjes doen. Probeer eventjes wat afstand te nemen in het bezig zijn met die ander. Oeh, weegschaal. Ja. Tijd om door te gaan. En dat bedoel ik dus niet dat je diegene echt los hoeft te laten. Maar in ieder geval niet meer via berichtjes te laten zien dat je er bent. Want diegene weet wel dat je er bent. Geef die ander maar wat ruimte. Wees je eigen lampje. Kijk nou wat mooi. Ja, tijd om door te gaan met jezelf. En niet te veel je gedachtes. Ja, niet. Ik zeg dat wel heel makkelijk. Maar de kaarten geven aan dat het heel verstandig is om het licht eens even naar binnen te schijnen en bij jezelf te blijven. Door je eigen leven voorrang te geven en de gedachten ook voorrang te geven naar jezelf toe. Met jezelf bezig te zijn. Gewoon lekker voor jezelf. Kijk nou toch. Dit is een kaart die aangeeft dat het op dit moment trekken aan een dood paard is. En dat heeft alles te maken met deze wijsheid. Je zit er te veel bovenop, weegschaal. Je piekert je suf omdat je antwoorden wil. Je wil bevestiging. Je wil ook liever geen nee horen. Maar het te veel bovenop die ander zitten maakt dat die ander in de weerstand gaat. Ja, de ander komt als je loslaat. Ik heb wel het gevoel dat die ander ook voor jou voelt. Dat is niet het punt, maar je bent te veel aan trekken en duwen. En dan krijg je het tegenovergestelde effect. Time out. Tijd om door te gaan. Wees je eigen lampje. Als jij loslaat, de combinatie geeft het zo duidelijk aan. Ja, het is een time-out. Vind rust bij jezelf. Ga lekker je eigen dingetjes doen. En diegene zit wel in je hoofd, maar laat diegene misschien maar even met rust. Zodat je ook wat minder gaat piekeren. Lekker duffe dingetjes gaan doen en naar de natuur. Als ik het mag zeggen, hè? Want wie ben ik om advies te geven wat je zou moeten gaan doen. Maar de kaarten geven heel duidelijk aan dat het averechts werkt als je iemand bovenop zijn hielen zit. Bovenop zijn nek zit. Wat hebben de kaarten nog meer te zeggen? Oeh, er is hier een weegschaal die te maken heeft met een leugenaar. Iemand die niet eerlijk is. Het zou kunnen zijn dat je gedachten over van ben ik een B-keuze... Dat zou nog wel eens het antwoord op de vraag kunnen zijn, lieve weegschaal. En het kan ook vice versa zijn, hè? Kijk wat voor jou resoneert. Ja, meestal is je eigen gedachte die je in je intuïtieve gevoel hebt, ook wel heel vaak bij het rechte eind. Niet altijd, maar soms weet je het gewoon. Ja. Ik hoop het niet, maar kijk nou.
Blokkeer diegene. Blokkeer diegene. Het is niet voor niks dat je niks hoort van die persoon. Ik vind het heel naar om te zeggen, maar deze kaart en deze kaart en deze kaart en deze kaart. Je eigen vermoeden dat je misschien een B-keuze bent of dat je op de reservebank zit. Want diegene heeft wel gevoelens voor je. Dat is wel wat ik heel erg proef. Maar ik weet niet of diegene al misschien met iemand anders bezig is. Dat iemand dat er al sprake is van interesses naar andere, naar meerdere mensen. Het kan een man zijn met een man, een vrouw met een vrouw, een vrouw met een man. Hè? Kijk wat resoneert. En het kan misschien ben je 30, misschien ben je 60. Maar deze kaarten samen in één legging, die geven wel heel veel waarschuwingen aan. Moet even kijken of het goed in beeld ligt. Ja. Ja, trekken aan een dood paard. En eigenlijk geeft deze kaart aan dat het al, bakzeil halen. Dat het dweilen met de kraan open is. Maar ik heb het gevoel dat het tijdelijk kan zijn. Omdat diegene misschien vindt dat je te veel op zijn of haar nek zit. Het kan ook zijn dat je inderdaad een alternatief bent. Een goede tweede. Is het een leugenaar? Je weet het zelf, weegschaal. Ik wil nog één kaart. Ik vind het heel naar om te zeggen. Misschien is het goed dat je een tijdje afstand neemt. Verwen jezelf. Misschien ben je een man, misschien ben je een vrouw. Ga lekker koken voor jezelf. Een lekker schoon dekbed. Jezelf vertroetelen met een dubbel warm bad. Ja, je eigen lampje. Ja, ik vind het heel vervelend. Maar probeer te ontstressen. Oh. Ja, dit kan een uitkomst zijn nadat je met diegene weer eens contact hebt. Of dat je misschien het in je eentje doet. Of dat je naar het bos gaat om te schreeuwen. Maar er komt een emotionele uitbarsting. En het zou zomaar kunnen zijn dat er een weegschaal is die zo boos is en zo teleurgesteld is. Dat er een soort van uitspatting komt in een WhatsApp of in een sms. Of misschien ben je geneigd om diegene te gaan bellen in het nieuwe jaar. En dat je zo teleurgesteld bent dat je je aan het lijntje gehouden voelt. Maar dat er misschien een emotionele uitbarsting komt die je naar een goede vriend of vriendin doet. In plaats van naar deze persoon. Want dan is het daarna denk ik wel over. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar je bent, je wordt teleurgesteld omdat je bang bent dat je toch inderdaad een reserve bent, een goed alternatief, een goede tweede, zoals ze dat noemen. Nou, weegschaal. Ja. Ja, je piekertje suf. Time-out. Tijd om het los te laten. Tijd om het los te laten. Iemand in zijn sop te laten gaarkoken. Als diegene bij je moet zijn, dan komt het. En ik vraag me ook af of je in staat bent om de waarheid te willen horen. Of dat je liever nog even blijft sudderen in je eigen hoofd. He, want dat maakt het ook weer veilig. Naakt. Naakt. De oomkaart. Naakt. Dit staat voor mij heel duidelijk voor de naakte waarheid. Ben je er wel aan toe om het te willen horen? En nogmaals, het kan vice versa zijn. Hè? Dat jij degene bent die continu de berichtjes krijgt. Maar dat gevoel heb ik niet. Ik heb het gevoel dat het iemand anders is naar jou toe. Dat het iemand is naar jou toe. De naakte waarheid. Ben je er wel aan toe om die naakte waarheid te willen horen, weegschaal? Misschien wil je nog even in het ongewisse blijven. En eigenlijk je oren nog even dicht wil houden. Dit is zo pijnlijk. Kijk nou eens de naakte waarheid. Het is ongelooflijk dat deze associatiekaart daarbij eruit komt, intuïtief. De kaarten zijn geschud. Maar je weet nog niet waar je staat. Je hebt nog niet de waarheid van die persoon zelf gehoord.
Ja, het is echt, ik vind het heel erg moeilijk. Het heeft ook te maken met laat je niet in de kaart kijken. In die zin dat je misschien voor jezelf het antwoord moet maken, moet componeren. Je moet helemaal niks, hè? Mag maken. Zodat je rust krijgt in je hoofd en dat je op een later moment, ergens in januari of februari of later, als die andere persoon eraan toe is en als de emoties wat zijn afgevlakt, dat je dan van diegene te horen krijgt wat de naakte waarheid is en hoe de kaarten eigenlijk liggen. Ik trek nog een wijsheid van een orakelkaart. Oh, daar komt hij al. Ik ben heel benieuwd. Yin, yin. Je zoekt de yang erbij. De yang erbij. Ik ga kijken wat er in het boekje staat. Ja, ik heb het gevoel dat je je ergens een beetje geamputeerd voelt, omdat het contact er niet is en je voelt zo'n eenheid met die persoon. Yin, de wezenlijke betekenissen, het vrouwelijke principe van ontvankelijkheid. Een ander de eerste stap laten zetten, informatie verzamelen en aanwijzingen opvolgen. De kunst van het bewust toestaan. De boodschap van het orakel: dit is een periode van bewust ontvankelijk zijn, terwijl je rustig afwacht wat er op je afkomt, klaar om te accepteren wanneer het komt. Het is ongelooflijk, wat zei ik net? Die andere persoon zal bereid moeten zijn en zijn eigen moment, zijn of haar moment willen bepalen wanneer de naakte waarheid komt. Tenzij je jezelf kunt, hoe zeg je dat? Tenzij je jezelf kunt volstaan met je eigen intuïtie. Ben jij die reserve? Yin heeft geen betrekking op dromen die je even in de ijskast hebt gezet, of zelfs dromen die je laat rusten. Maar laat de dingen liever op je afkomen, zodat je klaar bent om de gaven te ontvangen die je voor jou beschikbaar zullen zijn. Het vraagt van je dat je je gevoeligheid gebruikt, terwijl je oplettend de acties van anderen in de gaten houdt en erover nadenkt welke invloed deze op jou en anderen zullen hebben. Dit heeft alles te maken met kijken naar de daden van die ander in plaats van te hechten aan woorden. Denk erom dat je ruimte moet maken voor wonderen. Pas je aan in plaats van anderen aan te passen. En je zult zien hoe snel jouw dromen zich manifesteren. Ja, je kunt ook nog een beetje in dromenland blijven. Hè? Dat je nog niet precies wilt weten hoe de kaarten liggen. Omdat je ergens nog een opening wil houden en hoopt. Je leeft nog een beetje op hoop. Nou, weegschaal. Ja. Diegene heeft wel gevoel voor je. Dat is absoluut wat ik intuïtief heel erg voel. Maar te veel op diegenes nek zitten, dat zou wel eens fataal kunnen zijn. Ja, misschien is diegene nog bezig met iemand anders waar het nog mee moet aflopen. Ja, probeer jezelf rust te geven. Wees je eigen lampje. Succes!